Er is een meisje onderuit gegaan met een scooter, met een jongetje van 12 achterop. Die werden achtervolgd door de politie omdat ze geen helm op hadden. En die kwamen van een feestje van het examen. Okay. Hoe gaat het met de slachtoffers? Met het meisje ging het redelijk, geloof ik. En mijn jongen was het er erg aan toe. En die zijn dus niet gestopt voor de politie? Nee, ze werden achtervolgd, ze hadden geen helm op. En daardoor probeerden ze te vluchten. En hier in de bocht is ze de macht over het stuur verloren.